In het kader van 800 jaar stad is het platform tegen armoede ter Echtstede op zoek naar mensen die iets doen voor een ander. Op 8 middagen gaan Ilse van Via Cultura en Job op safari in de Dordtse wijken. De route is onbekend en de ontmoetingen zijn spontaan. We hebben weer iemand bereid gevonden om ons te woord te staan. Mag ik je naam weten? Lloyd Smit. Lloyd Smit, aangenaam Lloyd. Ja. Lloyd, ik heb jou aangesproken. Ik zag jou aankomen rijden en je auto rammelde een beetje. Maar ik zag dat jij een wasmachine of een droger achter in je auto hebt staan. Ik dacht, die man moet ik aanspreken. Ja. Wat is het verhaal achter die droger of wasmachine? Ja, het verhaal achter de droger en wasmachine is eigenlijk dat een bekende van ons die wilde weggooien. Of tenminste, liet ophalen door de gemeentedienst die dat naar de milieustraat toebrengt. En eigenlijk had ze daar een afspraak voor ingepland, dus dat stond vast. En mijn vriendin kwam erachter dat het droger nog werkte. Dus toen hebben we eigenlijk een soort deeltje gemaakt van, omdat je natuurlijk die afspraak al hebt, zullen wij het dan de wasmachine gewoon zelf wegbrengen naar de milieustraat. En als dank daarvoor alsnog de droger mee kunnen nemen. Oké, dus je hebt een droger verdiend? Ja. Door een wasmachine weg te gooien? Juist. Nou, een geweldige deal toch? Ja. Maar jij hebt hem heel erg nodig volgens mij. Maar hij is zeker makkelijk voor nu op dit moment. Omdat mijn woning best wel klein is. En ik toch wel vaak de situatie zo is dat ik te veel was heb. En te weinig plekken moet op te hangen, zeg maar. Ja. Dus dan een drogertje erbij zou... Het verschil kunnen maken. Oké, maar dat is dus, want wij zijn dus op zoek naar de verborgen parel. Mensen die iets voor anders voor anderen doen. Ja. Dit is ook een beetje voor jezelf en een beetje voor anderen, toch? Ja. Zijn er andere dingen die je voor andere mensen doet? Ik vind het eigenlijk wel heel speciaal dat jullie mij vandaag treffen. Ja? Omdat ik best wel vaak mezelf op een trap dat ik graag mensen help. Oké. Ondanks dat ik zelf misschien heel veel problemen op dit moment heb. Of andere mensen dat zouden zo zeggen. Ja. Voor mij is het meer levenservaring. Is het toch wel passelijk eigenlijk. Ja. Dus voor mij voelt het wel altijd goed om een steentje kunnen bijdragen. Ook al heb je misschien zelf ook niet altijd het ideale plaatje. Dat je toch het goede probeert uit te dragen in die zin. Ja. En helpen waar je kan. Dus in die zin is dat wel, denk ik, ook wel wat een beetje in mij zit. Maar ik begrijp, jij hebt moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. En toch vind je het belangrijk om voor anderen iets te doen. Ja. Hoe kan dat? Ik denk dat toch wel ook wel meegekregen vanuit mijn ouders. Dat wie goed doet, goed ontmoet. En ik denk ook wel een stukje, ik geloof ook wel een stukje dat een bepaalde soort karma in die zin, hoe jij leeft. Dat er bepaalde dingen ook weer op jouw pad kunnen komen. Ik heb een moeilijke periode achter de rug, zware jaren, waarin ik toch wel echt de andere kant van het leven ook heb onder ogen kunnen zien. En dan is er denk ik toch wel een goede kwaliteit van een persoon om dankbaar te blijven in elke situatie en de dag te plukken. En voor mij is de dag te plukken, bijvoorbeeld een klein gebaar voor een ander zou het niks zijn. Iets weggooien in de milieustraat. Maar is toch wel voor mij dan heel waardevol. En heb ik er plezier in. Ik wil je hartstikke bedanken voor het gesprek. Ja. Goed gedaan. Dankjewel. Hey, ik wens je het allerbeste. Ja man. Jullie ook hè. Beste. Goedjes. Succes.